wereld waarin we leven staan vaak onze doelen, onze ambities of onze problemen centraal. Maar met gospel verleg je de focus naar God en is het eigenlijk less of me and more of you. En daarom hou ik van gospel. Ik ga jullie vandaag meenemen naar een gospelconcert in Rotterdam. Shamarouse gaat zingen, dus het wordt sowieso krachtig. En in het voorprogramma Laure, Linde en Fleur. Let's go! We zijn nu in de lobby en er zijn al een aantal mensen. De show gaat dadelijk beginnen. En hier heb ik een hele mooie dame. Mevrouw, wat is uw naam? Mijn naam is Ellen. Ellen, en wat maakt dat u naar deze show komt vandaag? Ik hoor heel veel van Shirma. Ik hou van haar. Heb je er zin in vanavond? Ja, ik heb helemaal zin, ja. Hoe bent u hier terechtgekomen eigenlijk? Door het blaadje van de kerk. Het brengt rust, het brengt troost, het brengt kracht. En voor mij, van God houden is net zoals ademhalen. Je kan het zo. En het kan change your life. It can really change your life to get to know that man. Dus be blessed. En als je vragen hebt, stuur me een berichtje op Instagram. Als je wil weten waar een leuke kerk is of iets. Check me out, I got you. Amen. We can talk scripture, let's go. Prijs de naam van Jezus. Grijs vind ik heel tof om voor de ouderen iets moois te doen. Dat ze van een avondje uit konden. Maar iedereen ging los. Geweldig. Dit was weer mijn vlog en bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Praise the Lord.